De meeste inbrekers hopen dat de huiseigenaar niet thuis is op het moment van de daad. Maar deze gruwelijke man hoopt juist wel dat je thuis bent als hij onverwacht een bezoekje komt brengen. Het gebeurt niet vaak dat een seriemoordenaar een hele staat in zijn greep krijgt. Maar dat is precies wat er in de jaren tachtig gebeurde in Californië, in de Verenigde Staten. Vandaag duiken we in het leven en de gruweldaden van een van de meest beruchte seriemoordenaars aller tijden, Richard Ramirez. In deze video vertellen we je alles over deze beruchte man. Maar voordat ik dat ga doen, wil ik je vragen om je te abonneren op mijn kanaal, zodat je geen enkele video hoeft te missen. Richard Ramirez werd op 29 februari 1960 geboren in El Paso, een plaats in Texas. De ouders van Richard, Julia en Mercedes Ramirez, kregen in totaal vijf kinderen. Richard was de jongste. Hij had drie oudere broers en een zus. De moeder van Richard omschrijft hem als een zeer vrolijk kind, hij hield van zingen en dansen en leek gezond te zijn. Toen Richard twee jaar oud was, liep hij door een val zware hoofdwonden op, waardoor hij een tijdje zuurstof tekort kwam. Wellicht heeft hij toen hersenschade opgelopen, waardoor hij in de toekomst zo gruwelijk werd. Echter is dit nooit bewezen. Zijn vader was een strikte man, hij was gewelddadig en sloeg zijn kinderen regelmatig. Ook had Richard een oudere neef waar hij erg naar op keek in zijn jeugd. Deze oudere neef was minstens zo gruwelijk als dat Richard in de toekomst zou gaan worden. Hij nam jonge meisjes de jungle in om ze te misbruiken en te vermoorden. Hij maakte voor en na foto's van zijn slachtoffers en liet deze foto's zien aan Richard toen hij nog maar elf jaar oud was. Een jaar later schoot deze man zijn vrouw neer voor de ogen van de toen twaalfjarige Richard. Vanaf deze gebeurtenis trok Richard zich terug en begon hij met het experimenteren van verschillende soorten drugs, zoals LSD. Door deze drugs kreeg hij gruwelijke fantasieën over het misbruiken en vermoorden van vrouwen. Op 22-jarige leeftijd verhuisde hij naar Californië, waar hij zich permanent vestigde en in de ban raakte van het satanisme, een stroming die flink aan populariteit won in de jaren 80. Tussen begin 1984 en eind 1985 was hij daar verantwoordelijk voor tientallen verkrachtingen. Niet alleen kinderen, maar ook volwassenen en bejaarden werden het slachtoffer. Leeftijd speelde voor Richard geen rol. Of je een man of vrouw was trouwens ook niet. Hij is ook verantwoordelijk voor diverse mishandelingen en moorden. Je kan Richard Ramirez beschrijven als een echte psychopaat. Tussen juni 1984 en augustus 1985 Vermoorde hij tenminste dertien mensen in een reeks satanische rituelen. Zijn eerste slachtoffer was een Chinees meisje van negen jaar oud. Het lichaam van Mai Lung werd op 10 april 1984 gevonden, bungelend aan een pijp in de kelder van een hotel in San Francisco. Ze was flink toegetakeld. De politie kon geen dader vinden, maar 25 jaar later, in 2009, werd de zaak alsnog opgelost in verband met een DNA-onderzoek. Bijna een jaar later werd een echtpaar het slachtoffer. Vincent Charles en Maxine Levenia Sassara. Op 27 maart 1985 brak de nachtstalker in bij het echtpaar. Hij schoot Vincent dood in zijn slaap, waardoor Maxine wakker werd. Richard bond Maxine vast en droeg haar op om te vertellen waar de sieraden lagen, maar Maxine wist zichzelf te bevrijden en haalde een pistool onder het bed vandaan. Dit pistool was helaas niet geladen, wat haar uiteindelijk fataal werd. Maxine's opstandigheid maakte de nachtstalker zo boos dat hij haar tientallen keren stak met een mes en vervolgens haar ogen uitstak om deze mee te nemen in een juwelendoosje. Nog een andere moord werd gepleegd op 5 juli 1985. Dit keer in het huis van de 16-jarige Whitney Bennett. Hij bewerkte zijn slachtoffer met een krik en ging op zoek naar een mes om haar te vermoorden. Hij vond geen mes, maar wel een telefoonsnoer waar hij haar mee probeerde te wurgen. Toen daar Vonken bij vrijkwamen, sloeg hij op de vlucht omdat hij dacht dat dit een teken was van Jezus Christus. Het slachtoffer overleefde de aanval, maar had wel 478 hechtingen nodig om te herstellen. Richard heeft nog veel meer slachtoffers gemaakt in de jaren 80. Toch was het voor de politie lastig om hem te pakken te krijgen. Richard Ramirez vermoorde niet al zijn slachtoffers, waardoor de politie al vrij snel de beschikking kreeg over een compositiefoto. Een van zijn slachtoffers had hem recht in de ogen gekeken en kon de politie informatie geven over zijn uiterlijk. Aan de hand van deze compositietekening konden zijn slachtoffers die het overleefd hadden bevestigen dat het om dezelfde moordenaar ging. Al vrij snel zorgde de moorden van deze psychopaat voor grote media-aandacht. Dit kwam niet alleen door de angst die hij veroorzaakte, maar ook door de compositietekening die gemaakt was. Met zijn daden hield hij het hele land in zijn greep. Richard zag eruit als een engert. Hij had rottende tanden in verband met zijn vele drugsgebruik. Ook had hij holle oogkassen, uitpuilende ogen en donker haar. De nachtstalker maakte veel fouten. Maar op 24 augustus 1985 maakte hij een echte blunder. Hij probeerde die nacht in te breken in het huis van de familie Romero. James Romero, die op dat moment 13 jaar oud was, hoorde zijn voetstappen en maakte snel zijn ouders wakker. Richard sloeg op de vlucht met een gestolen auto. Een oranje auto van het merk Toyota. Deze informatie belandde uiteraard bij de politie, die de auto later verlaten terugvond. Richard heeft geprobeerd zijn vingerafdrukken uit te wissen, maar dit was niet gelukt. De vingerafdrukken werden meteen onderzocht en dat leverde een match op. De politie bleek zelfs al een mugshot van hem te hebben, omdat hij al eens was opgepakt voor een autodiefstal. Deze foto werd natuurlijk direct verspreid in de media en de foto was werkelijk overal terug te zien. Richard zelf was daar nog niet van op de hoogte, totdat hij ineens door iedereen werd herkend op straat. Richard raakte in paniek en probeerde te vluchten, maar hij werd op elke straathoek herkend. Richard Ramirez werd uiteindelijk een week na zijn laatste moord gearresteerd. Tijdens zijn proces choqueerde hij voor de zoveelste keer het publiek door het teken van de duivel op zijn hand te tekenen en dit grijnzend aan de aanwezige pers te tonen. De media maakte daar uiteraard gretig gebruik van en de foto is overal op het internet te vinden. Richard aanbad de duivel. Hij beweerde in dienst van Satan te werken en zich door zijn moorden te verzekeren van een plaatsje in de hel. Wat ook opmerkelijk is, is dat hij zoals veel andere bekende moordenaars veel fans had. Hordes jongvolwassen vrouwen stortten zich op de seriemoordenaar in 1996 trouwde hij zelfs met een van zijn fans in de gevangenis. Uiteindelijk strandde dit huwelijk. Maar dat maakte voor Richard niet uit, want tussen zijn arrestatie en uiteindelijke veroordeling had de nachtstalker naar verluid wel vijftien verschillende vriendinnetjes. Uiteindelijk werd Richard schuldig bevonden aan alle aanklachten, dertien moorden, vijf pogingen tot moord, elf verkrachtingen en veertien inbraken. Op 7 november 1989 werd hij daarom veroordeeld tot de doodstraf. Echter is deze straf nooit uitgevoerd. Hij ging keer op keer in beroep tegen zijn straf en die zaken duurden dusdanig lang dat hij op zijn vroegst op zijn 70 de gaskamer zou moeten betreden. Die leeftijd haalde Richard Ramirez niet, want hij overleed op 53-jarige leeftijd aan de gevolgen van kanker. Welke seriemordenaars ken jij nog meer? Laat het weten in de comments. Bedankt voor het kijken. Abonneer op mijn kanaal en klik op het belletje zodat je geen enkele video hoeft te missen.